Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 11 april 2016. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag, omdat het eind van de middag onverwacht druk was, mogelijk een iets korter bulletin. Met waarschijnlijk aan het eind alleen morsen. Op de site van de Veron, veron.nl, een uitgebreid artikel over morsen en over de historie van dit immaterieel cultureel erfgoed. www.veron.nl dus. De Nederlandse amateur Hans Blondeel Timmerman, PB2T, is met onmiddellijke ingang benoemd als IARU Satellite Advisor. PB2T is geen onbekende in de internationale gremia van de radiohobby. Hans volgt ZS6AKV Hans van der Groenendaal op, die deze functie al sinds 1994 bekleedde. De Satellite Advisor vertegenwoordigt de IARU in de internationale satellietgemeenschap, bij de ITU en bij de verschillende amateursatellietorganisaties die er internationaal en op nationaal niveau zijn. De advisor voert ook de frequentiecoördinatie van de satellieten uit en helpt zo nodig met technisch advies. Op ARRL.org staat een overzicht van de functies die PB2T eerder vervuld heeft. Het artikel noemt niet waarom de bekende Hans van der Groenendaal stopt. Ja, René, bedankt voor de tip. Het ISS zendt namelijk tussen 11 en 15 april, dus dat is al bezig, geregeld SSTV uit de 145-800. De geplande modus daarvoor is PD-180, wat een prachtige gedetailleerde beelden kan opleveren. Je moet zelf even kijken met bijvoorbeeld een ISS-app wanneer het ruimtestation overkomt. SSTV zou veelvuldig aanstaan en slechts uit de lucht gaan als er een gepland contact is met een school. Tot en met 15 april dus SSTV vanuit het ISS in PD-180 op 145-800 MHz. Als het iemand lukt om een plaatje op te vangen, wil ik die graag in de Daily Minutes heruitzenden. Ik zal zelf ook proberen om iets op te vangen. Ja, een nieuwe serie over antennes. Ik heb al eerder zo'n serie gedaan in de lange uitzending, maar ik begin nu met een nieuwe serie en op een andere manier. Ik weet niet of dat de hele serie overeind blijft, maar ik wil me vooral richten op twee dingen. Het moet niet te abstract worden, het is niet te technisch en het moet mensen op ideeën brengen om zelf met antennes te gaan knutselen. Verder wil ik het begrip van antennes vergroten, maar ik hoop dat dat lukt. Zoals ik vorige week al zei, kun je bij antennes zonder al te veel kennis toch leuke resultaten boeken. Natuurlijk zijn er dingen waar je rekening mee moet houden en dingen die je absoluut niet moet doen. Ik zal tijdens deze serie vast wel eens een misser maken met iets. Ik hoop dat me dat dan wordt verteld, want daar wordt iedereen dus beter van. We beginnen met het doel van een antenne. Dat doel lijkt eenvoudig. Hij moet zoveel mogelijk uitstralen en ook zoveel mogelijk signalen ontvangen. Ik kan heel gemakkelijk uitleggen dat dat niet het hele verhaal is. Van een antenne die bijzonder veel van de toegevoerde energie uitstraalt in de richting van de bodem, wordt helemaal niemand blij. En nog erger is een ontvangstantenne die zoveel mogelijk van de signalen van de PLC-spulletjes van de buren opvangt, maar niet van de stations waar je naar wilt luisteren. Die nuancering gaat nog verder, want op VHF heb je in een gesprek met veel deelnemers gewoonlijk niet zoveel aan een richtantenne met heel veel versterking. Om iedereen te horen in zo'n groepsgesprek heb je veel meer aan een rondstraler, ook al zijn de signalen zwakker dan bij zo'n uitgerichte richtantenne. Ook op de lage korte golfbanden moet je keuzes maken. Als je in een van de vakantienetten wilt meedoen, heb je liever een antenne die goed werkt op de korte en middellange afstand. Wil je de X werken, dan ligt dat dus anders. Ja, ik moet verder nog vertellen dat ik een paar voorkeuren heb die waarschijnlijk niet door iedereen gedeeld worden. Ik ben vooral voor eenvoudige constructies. Ik heb een beetje een hekel aan balloons en ik kan dat ook wel uitleggen. Als je niet over de juiste meetapparatuur of meetopstellingen kunt beschikken, moet je niet aan ingewikkelde dingen beginnen. Ik heb vaak aan antennes gemeten en ik heb daarbij dingen gezien waarbij bijvoorbeeld veel kosten werden gemaakt voor een paar dB extra versterking. Maar door een meetfoutje, dat wil zeggen in millimeters, draaide de extra investering juist uit op verlies. Aan de hand van signalen op de band kun je de werking van een antenne absoluut niet beoordelen, omdat de signalen nu altijd iets variëren. En die variatie die kan ook makkelijk veel groter zijn dan een paar dB die het knutselen aan een antenne kan opleveren. En dus werk ik zelf het liefst met antennes zonder aanpasnetwerken op de antenne zelf. En ik gebruik vaak mantelstroomfilters en geen balloons. Verder probeer ik antennes zo te maken dat die vanzelf al een goede aanpassing geven, zodat een gamma match of een bazooka dus niet nodig is. Gelukkig mag iedereen zelf weten hoe hij dat doet. De weg die ik op antennegebied soms dus aangeef is meestal niet de enige weg. Bij antennes met name voor HF ligt ook lang niet alles zwart-wit. Bij VHF is dat wat makkelijker te bepalen. Maar je hebt te maken met verschillende omstandigheden die een antenne sterk beïnvloeden. Verder zal een antenne op de ene band beter werken dan op een andere band. En in ons land, met weinig ruimte, is een antenne ook nog eens altijd een compromis dat niet altijd optimaal is, of eigenlijk meestal niet. We moeten roeien met de riemen die er zijn.
the early hours after the tsunami, it was ham radio that was on the air, saving lives. When Florida was ripped by hurricanes, the hams were there. In the critical moments after the attack of 9/11, it was the hams who coordinated emergency messages. When disasters strike, the hams are ready. Ham radio works when other communications don't. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS. En 's ochtends om 10:30 verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Volgt nu een boodschap van een van onze sponsoren. Bent u ook zo ongerust over de straling die bijvoorbeeld mobiele telefoons ons geven? Laat uw kinderen liever niet slapen zolang uw wifi-router aanstaat. Probeer dan onze nieuwe hoogfrequentstofzuiger S390 Super EE van Wokka Wokka. De hoogfrequentstofzuiger zorgt ervoor dat er geen spoortje meer te vinden is van alle ziekmakende straling die bijvoorbeeld mobieltjes, routers, televisieapparaten, ventilatoren en gipsmuren afgeven. Nu kunt u weer gerust, net als vroeger, zonder schadelijke gevolgen van uw gsm gebruik maken. U en uw kinderen worden er niet meer ziek van. Het werkt zelfs om uw huisdieren te beschermen. De S390 Super is verkrijgbaar in onze filialen voor de prijs van slechts €350. En dat is inclusief geluidsdemper. Het apparaat wordt niet geleverd aan zendamateurs.